Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je een tomatenkoulis maakt. De ingrediënten, wat hebben we nodig? Trostomaten, olijfolie, basiliek, gastriek. Dat is iets dat we gemaakt hebben in de vorige uitzending, dat u terug kunt vinden op onze website. En suiker. We beginnen met de tomaatjes. Dus eerst gaan plukken. Nu gaan we mooi het kroontje eruit snijden. Zo, dus we pakken een punt van ons mes. Dus heel belangrijk voor de tomatenkoulis is dat we echt wel rijpe tomaten hebben. We willen eigenlijk echt de smaak hebben van de zon, van de tomaten. Dus we hebben hier trostomaatjes genomen, die mooi rijp zijn. Die gaan we mooie gelijke stukjes snijden. Wat peper doen. Zout. Klein beetje suiker. Waarom doe ik er suiker in? Omdat eigenlijk de frisheid van je tomaatjes, we gaan er wat azijn aan toevoegen, dat is eigenlijk de gastriek. Gaan we eraan toevoegen. En een klein beetje suiker, waardoor je een kleine zoet-zuur combinatie zal hebben. We gaan alles mooi zeven, dan al pitjes eruit zijn. Nu alles hebben we doorgeduwd. Nu nemen we onze wekpot. We hebben hier basiliek. Basiliek is ook altijd lekker met tomaat. Tomaat-basiliek, klassieker in de keuken. Dus wat gaan we doen? We gaan eigenlijk de wekpot eigenlijk volsteken met verse basiliek. Een stengeltje of 6-7. Gaan opvullen met ons tomatensap en dit gaat voor 24 uur in de koeling. Je ziet, dat is een mooi getrokken, de basiliek zit erin, lekkere mooie geur. Dus wat gaan we nu doen? Dat is eigenlijk tomatensap, tomatenkoulis, een spotje doen, dan hier wat olijfolie. Tomatenkoulis met wat olijfolie, verse basiliek, is een basis in mijn keuken, wat ik heel veel gebruik. Wat we ermee zullen doen, ziet u in een volgende aflevering van First Class. Smakelijk!